Och, mooi meepakken van Zer. Nog eens haken. Dan naar Eurlings. En die bal in één tijd voorgooien. En dan moet die goal komen en die komt er ook. Misstappen van Iliano. En dan was daar Kranshoff. Die pakt natuurlijk die kans om te scoren. Of was het de Truijer? Het was de Truijer. Ja, dat is natuurlijk een kans die plots uit de lucht komt vallen. Op een presenteerblaadje. Een dijk van een kans ook. Mooi eentijdsvoetbal van Leuven. En daar is dat studenten. Of die studenten van Varen die zich laat horen. Kijk nog eens, meteen voorgooien. Dan mistrappen van Iliano. En dan die bal voor de voet van Marie de Truijer. Vijfde goal voor Marie. Rustig blijven en afwerken. Veel meer strijd in deze tweede helft. Waar het nog altijd maar 1-0 staat. Hè. Dus het is nog altijd niet safe. Dan het schot van de Truijer. Dat wordt afgeblokt. En dan gedevieert de bal. Dat gaat toen van Zer nooit laten liggen. Die laat dat natuurlijk niet liggen. Er wordt geappeleerd voor buitenspel. Maar eigenlijk weer zo'n doelpunt zoals we in de eerste helft tot stand hebben zien komen. Hier nog eens het schot van de Truijer wordt afgeblokt. En dan is er niet echt voldoende vlot uitverdedigen. Dan kan Mertens uithalen. Daar kan Schamp niet echt goed bij. En dan is er niemand in de opvolging om Luna van Zijr in de gaten te houden. En die laat de kans niet liggen om haar achtste van het seizoen binnen te prikken en de stand op 2-0 te brengen. Zit Tissiak die zich wat vastloopt, maar dan weer niet goed die bal wegspelen. Dan lijkt mij dat het foutje, maar dat wordt niet gefloten. Hier is Eurlings. In het centrum wacht Kranshoff. Eurlings nog altijd. Eurlings nog altijd. Nog eens een hakje. Nog eens een hakje. En dan toch naar Kranshoff. En die trapt. Die trapt hem lekker in de kruising. Charlotte Kranshoff. Ze stond al een tijd te solliciteren naar de bal. En uiteindelijk gaf Hanna Eurlings dat paasje. En vanuit stand gewoon kijken en hem lekker in de kruising trappen. Dat is precies wat Kranshoff doet. 3-0. Maar daar ging al iets fout. Daar had volgens mij al eerder iets moeten gefloten worden. Maar goed, als er wordt doorgespeeld en we zitten dan toch wel echt ver uit de zone waar de actie is gevallen. Maar Kranshoff met een klare kijk